Energie is duur. We moeten besparen. Maar hoe doen we dat comfortabel? Op deze eerste energiebespaardag ga ik op zoek naar tips. Het begint al met laagdrempelige maatregelen zoals tochtstrips, ledlampen, de thermostaat een graadje lager. Maar ik zou ook vooral de energiecoaches benaderen van Harlingen. Ik kan je helpen als je op dit moment een hele hoge energierekening hebt en weinig geld hebt, dan ben ik er speciaal voor jou. Nou, we zijn vandaag met z'n allen samengekomen om de inwoner energiebespaartips te geven. En dat gaat van allerlei kanten, zowel voor de woningeigenaren, maar ook voor de monumenteneigenaren en voor de huurders. De bouwvereniging is hier voor de huurders, Oud-Harlingen en Hein Buysmans Stichting voor de monumenteneigenaren. En zo hebben we heel veel verschillende lokale mensen uitgenodigd om energietips te geven. Erik, de allereerste energiebespaardag hier in Harlingen. Ja, fantastisch mooi. Ja, ontzettend blij mee. Zijn we al een hele tijd mee onderweg, dus ik ben in mijn hopjes. Hey, ik heb een vraag aan jou. Ik heb ooit in zo'n mooi pandje gewoond van de Hein Buysman. Maar ik wilde isoleren, dubbel glas. Maar men zei, nee Clemens, dat mag niet. Nee. Hoe gaat dat tegenwoordig? Tegenwoordig hebben we dit soort glas. Je ziet dat dit ook eigenlijk dubbel is. Hè? En alle maten, kleine ruitjes. Ik heb bijvoorbeeld zelf een pad. Daar zitten wel 200 van die kleine raampjes in. En dan hoef je niet meer je kozijnen te vernieuwen, als het goed is. Want dit past zo in de bestaande kozijnen. En dan heb je evengoed die hoge isolatiewaarde. Energiemaatregelen met een monument, dat is denk ik extra kostbaar. Dat kan zeker extra kostbaar zijn. Ja, dus mensen zijn echt op zoek naar wat kan er in mijn pand wel, wat kan er niet. Wat voor isolatiematerialen kan ik gebruiken, mag ik gebruiken. Dus daar loopt iedereen tegenaan. We hebben daar financieringsmogelijkheden voor. Daar hebben we specifiek gekeken naar maatregelen die wel toepasbaar zijn binnen monumenten. En daar hopen we een heleboel mensen mee te kunnen helpen. Wij zoeken wat om spouwisolatie. En nou ja, dit hebben we al een keer iets wat informatie over gehad. Maar nu zie je echt wat hier aan de hand is. Dus hoe het werkt dus eigenlijk. Ja, besparen natuurlijk, isoleren. Maar misschien moet je ook wel denken van, moet ik het comfort houden wat we altijd gewend waren? Een graadje kouder zou best kunnen. U heeft nu een heel speciaal project. Ja, omdat het kouder wordt, energieprijzen hoog, staan wij als warme huiskamer van het Legerdesheils 5 dagen per week open. En op maandag bieden we een gratis lunch aan. En komt er een vervolg? Ja, dit is de eerste dag die we nu als energiebespaardag met alle partijen hebben georganiseerd. Maar we gaan in mei samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed nog een dag organiseren of een middag organiseren. Waarbij nog meer informatie wordt verleend. En zo gaan we dit hele jaar door steeds aandacht besteden aan duurzaamheid.